In deze video doen we een bijwerking Jean nagels van 5 weken oud. Ik weet het, niet iedereen heeft deze uitgegroeid na 5 weken, zij heeft nu helemaal geluk. Het zit allemaal nog super vast. En aan het einde laat ik mijn manier zien waarop ik een French die veel gemakkelijker is dan met mijn seal. Ik start zoals altijd met het wegvrezen van de topgel en de kleur. Dit is een beetje uit mijn eigen polished lijn, dat kan je vinden op polish.be en dan naar de webshop of hier in de bio staat ook een link. Uh, ik laat de rest van het product zitten. Dus de gel die dan nog goed is, die blijft gewoon op de nagel. Er is geen enkele reden om dat weg te halen. Ik hoor soms van ja, maar je moet 90% van die nagel wegveilen. Er is geen enkele reden toe. Dan ga je gewoon meer gel gebruiken, meer tijd nodig hebben om het weg te halen en om het opnieuw op te bouwen. En je hebt meer risico om de nagel te raken. Natuurlijk, als er iets los zit, dan moet het wel weg. Maar alles wat nog goed zit, Shell is daarvoor gemaakt. Dat blijft echt weken en maanden goed op de nagel. Dus je mocht dat helemaal laten uitgroeien. Ik gebruik datzelfde freesbitje uh, nog steeds op 30.000 toeren om de nagels in te korten. Hoe meer je met frees kunt doen, hoe minder je gaat doen met je handen. En hoe minder snel je je armen, nek, schouder enzovoort gaat overbelasten. Deze nagel die was van voor wel losgekomen. Uh, ik weet niet of je het heel goed kunt zien. Dus die is korter dan de rest. Dat gaan we straks pieksen. Dan doe ik de rest van mijn prep uh, onder andere met het schuurrolletje. Uh, deze schuurtjes staan ook in de shop. Ik had die besteld in paars, maar ik vind het paars misschien een beetje meh. Maar het idee is er natuurlijk wel. Het is wel een materiaal dat veel minder snel warm wordt, dus eh, dat hebben we dan wel. Na de rest van de prep die dat ik al vaker gefilmd heb, is het tijd voor de applicatie van de gel. Ik zet mijn gel enkel op de uitgroei. Daar ga ik die verdelen naar de nagelriemen, naar de zijballen. En dan trek ik die over de gel die dat er nog zat. Dit is de fiber cover van Urban Nails, waar ik de laatste week mee aan het experimenteren ben geweest. En ik vind die kleur super mooi. Alleen wilde die dus niet op beeld. Dat komt ervan als je helemaal in de onderste hoek van je camera bezig bent. Maar ja, tijdens zo'n behandeling, alles wat ik film, is tijdens een gewone behandeling. En dan zijn de nagels natuurlijk belangrijker dan de video's. Maar kijk, die kleur echt super mooi. Dit is terug die nagel waar dat zo. Ja, 1 à 2 mm juist miste, en dan wil ik niet die kort maken en een schabloon en zo verder. Dus ga ik hier werken met een Acrygel gewoon om niet net dat stukje langer te maken. Gewoon een gel zou helemaal naar beneden lopen, dus dat gaat niet. Maar Acrygel daar kun je echt zo juist dat tikkeltje langer mee maken zonder dus een schabloon of een tip of wat dan ook. Een upper zou ook kunnen, maar dat is zelfs niet nodig. Dus, dit zijn zo die kleine trucjes die ik eigenlijk ja, dagelijks toepas in de nagelstudio. Dat zijn van die dingetjes die ik geleerd door ervaring of natuurlijk door mijn video's te zien, waarin ik het graag met jullie deel. En hoe beter dat je de acrygel zet, hoe minder vuilwerk nadien. De nagels zijn gevuild, ook daarvan heb ik al eerder video's getoond, maar hier wil ik de French nog een keer laten zien. Ik gebruik een witte gelk. Dit is er eentje van abstract en een dotting tool en ik ga eigenlijk met mijn dotting tool die French tekenen, ja uit losse hand, maar echt probeer het eens, dat is zoveel gemakkelijker dan met een penseel. Bij Christina is het mooi als we een wat uh, bredere of langere French, hoe dat je het wilt noemen, zet. En ik vind dat ook wel eens een keer leuk ter afwisseling, dus vandaar. Ik weer even. Je gaat die scherp stellen? Ja, precies wel. En de dunne kant van de dotting tool kan je dan gebruiken om nog een beetje te perfectioneren. Op die manier ga je niet zo van die streepjes hebben zoals, zoals je kan hebben bij een penseel. Ik vind het echt een grote aanrader. Zeker een keer testen. De andere nagels ga ik met glitter doen. Hier nemen we een glitter Fade, een zilveren glitter. Ik breng eerst een laagje aan op de vrije rand en dan ga ik mijn glitterpenseel die uitveden. Mijn glitterpenseel die, die zien echt af, dus daarmee dat hij er zo een beetje brak uitziet. Maar sowieso zijn glitters slecht voor je penseel, dus neem daar oude penselen voor en gewoon eigenlijk een heel simpele fade. Glittersveden is heel gemakkelijk. Dat is met niks op je penseel gaan uitvegen. Dan gaan we die ene die verlengd is met die acrygel nog eventjes uitvrezen. Ik gebruik daar een keramisch bitje voor, ook van de polish line. Dit is de K02. Die kost 18,95 euro. En de bedoeling is dat uh, acrygel die te laag gekomen is, uh, dat ik die ga weghalen, zodat de onderkant echt helemaal glad is. En na de topzal is dit het, het resultaat. Tot de volgende!